Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat Nijmegen een vriendschapsband sloot met de Amerikaanse stad Albany. De Amerikanen hielpen bij de bevrijding van Nijmegen in 1945, waarna de steden altijd verbonden bleven. Om deze band te vieren kreeg oorlogsveteraan Robert Devinney donderdag het eerste exemplaar van een magazine overhandigd dat in het teken staat van de vriendschapsband. Het gaat over het verhaal van de hulpactie van Albany voor Nijmegen. Dat is eigenlijk het hoofdverhaal. Dit jaar vieren wij dat we 70 jaar lang een vriendschapsband met Albany hebben. Maar die vriendschapsband die 70 jaar geleden begon, die komt natuurlijk ergens vandaan. En dat is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, geschiedenis van Nijmegen en de bevrijding van Nijmegen. Dus die, die oorsprong, hè, die achtergrondverhalen zitten ook in het magazine. En daarom proberen wij ook eigenlijk tastbare herinneringen te maken aan dit stukje geschiedenis. Dus een magazine. We willen heel graag ook een film maken die het verhaal filmisch, dus niet zozeer documentaireachtig, maar wel gevoelig vertelt. Hè, zodat je over een paar jaar denkt, nou, die geschiedenis die hebben we nu wel in beeld. Nu weten we wat er gebeurd is. Vriendschap. Vriendschap is het woord wat wij hebben willen uitdragen met het magazine. Vriendschap in de zin van gevoel van persoonlijke betrokkenheid. Er zijn eigenlijk heel veel verhalen van mensen die zich op een bepaalde manier hebben ingezet of zich verantwoordelijk of betrokken hebben gevoeld bij deze geschiedenis. Dat was zo met Gavin. Dat is ook zo met meneer Leesberg. Dus de mensen die op zich nemen van, nou, ik vind dat hier iets moet gebeuren. Dat is wat wij in het magazine willen laten zien.